In een recente aflevering van Rooijakkers over de vloer heeft Simon Pleinsma, 65, haar gevoelens gedeeld over haar ervaringen met het moederschap. Lange tijd dacht de actrice dat het ouderschap niet voor haar was weggelegd, maar een tragisch verlies versterkte deze overtuiging. Eind jaren 90 verloor ze haar dochter Teuntje na een draagtijd van 7 maanden, waarna ze nooit meer zwanger raakte. Pleinsma heeft altijd openlijk spijt betuigd over haar late kinderwens. In eerste instantie wilde ze zich volledig op haar carrière richten en zag ze zichzelf pas op latere leeftijd moeder worden. Toen ze eind jaren 90 zwanger raakte, was zij en haar man Guus, hij overleed in 2017, dolgelukkig. Echter, na 7 maanden zwangerschap verloren ze hun dochtertje Teuntje. Het verlies van Teuntje heeft ervoor gezorgd dat Kleinsma nooit meer zwanger werd. Ze blikt terug en denkt, dat is het bittere ervan. Later dacht ik, had me dit maar niet laten meemaken, dan had ik nooit geweten wat ik mis. Ik heb toch een kind in mijn handen gehad. De actrice bespreekt met presentator Rooijakkers haar gevoel van onbegrip en vraagt zich af waarom ze deze pijnlijke gebeurtenis heeft moeten doormaken. Het verlies bracht haar in een rouwproces waarin ze verschillende fases doorging. Het idee dat het moederschap niet voor haar was weggelegd, kwam daardoor sterk naar voren. Kleinsma geeft toe dat dit zwaar was. Ondanks alles slaagt Kleinsma erin om haar verdriet om te zetten in iets positiefs. Ze waardeert het feit dat ze een vak heeft waar ze zich op kan richten en haar emoties kan uiten. Hoewel Kleinsma zelf geen kinderen heeft gekregen, heeft ze wel 3 bonusdochters en kleinkinderen dankzij haar overleden man Guus, die ze regelmatig ziet. Ze benadrukt het rijke gevoel dat dit haar geeft,